Utrecht heeft afgetrapt. Die Maher, waar ik het over heb, heeft het eerste balbezit. Die speelt hem terug richting Justin Hoogma. En Hoogma met de bal naar voren. Feyenoord probeert de bal af te pakken. Maar Bottergien doet dat middels een overtreding. De eerste overtreding van deze wedstrijd op aanvaller Abbas. En Utrecht dus op de middenlijn met een vrije trap. En Feyenoord met een overwicht nu in deze fase van de wedstrijd. Prima om te zien. De eerste kansen voor Feyenoord dus in de eerste 10 minuten. Het is wel nog 0-0. Balverlies van Utrecht nu op de eigen helft. Berghuis kan ervan profiteren. Speelt hem naar Kelly. Kelly terug naar Berghuis. Voorzet vanaf de rechterkant. Onderweg naar Narsing. Narsing kopt hem. Bal blijft hangen in dat doelgebied. Komt uiteindelijk bij Larsson terecht. Net buiten het 16 meter gebied. 1-0 hangt in de lucht in deze fase. Larsson, wat doe je nou jongen? Wil hem terugleggen op Van der Heijden. Maar levert zomaar in wat onnodig bij Abbas. Die er nu doorheen is. Abbas gaat langs Bottergien ook. Abbas, de goal van Utrecht. Wat een geplunder, wat een geflater, wat onnodig is dit, zegt de 0-1. De achterstand, terwijl de 1-0 in de lucht hangt. Onnodig, oliedom balverlies en Abbas kan zo doorlopen. Er wordt hem ook niets meer in de weg gelegd. 0-1 is het. Weer via de omschakeling. Feyenoord heeft nota bene ver op de helft van FC Utrecht de bal. En Abbas gaat lopen en niemand pakt hem op. En een diagonaal schot en het is 0-1. En Feyenoord weer in de Kuip. Op achterstand gebeurde dus ook tegen Sparta. Feyenoord zal van vooraf aan moeten beginnen nu in deze wedstrijd die al 10 minuten oud is. Om in ieder geval twee keer te scoren om winnend van het veld af te stappen. Wat een fout van Sam Larsson die toch al niet lekker in zijn vel zit. Hatelijk wordt het Feyenoordlied nu gezongen door de Utrecht aanhang. We willen bloed, zweet en tranen. Ja, daar ligt het volgens mij niet aan, Dennis. Feyenoord begon ook wel hartstochtelijk. Alleen in die omschakeling, ja, dan moet je op een gegeven moment niet zo'n boog geven die Sam Larsson wel geeft. Ja, wat doet dit met de zweet? Het zijn echt vaak van die wedstrijden, als die er niet is, dan kan je hem net zo goed gelijk wisselen. Want dan weet hij zich ook vaak niet in de wedstrijd te knokken. Maar wat een ongelofelijke fout van hem. Ja, dan mag het nog niet gelijk worden afgestraft als hoe het gebeurde. Feyenoord met de aftrap. Ja, dit is ook in de verdediging vervolgens. De grootste fout is bij Larsson natuurlijk. Terwijl nu Berghuis een bal zomaar over de zijlijn speelt. Omdat hij achter Larsson wordt gespeeld. Ja, ook in de verdediging gaat het allemaal te gemakkelijk. Hè? Waarbij Bottergien ook wel wat doortastender had kunnen optreden. In de 1-1 situatie met Abbas die er dus langs gaat. En daarna Vermeer passeert. Karsdorp, goed balletje binnendoor. Naar Narsing, die wordt vastgehouden. Narsing naar Tapia, naar Berghuis dan aan de rechterkant. Berghuis, lage voorzet. Bij wie komt hij terecht? Bij Haps! Oh! Wat een goal! Wat een goal! 1-1! Ricciano Haps, keihard tegen de touwen. Is dit een bevrijdende goal waar de Feyenoord erop en erover gaat? Ik hoop het! Een kanonskogel zeg, wat slaat deze bal binnen van Ricciano Haps na een mooie aanval. 1-1, Ricciano Haps. De verdediger die zijn ploeg over het dode punt misschien wel mee heen helpt. En misschien staat het ook allemaal veel logischer nu bij Feyenoord, Dennis. Is dit misschien het moment dat Jaap Stam een winnende formule gaat krijgen? Dat zullen we natuurlijk pas na 90 minuten weten. Maar het staat naar rust in ieder geval allemaal wat logischer. Ook met Narsing daar aan de rechterkant van het veld. En Karstorp is belangrijk bij deze aanval. En Haps, die sowieso in deze competitie al vaak in het vijandelijke 16 meter gebied van de tegenstander is geweest. Hij was een paar keer dicht met een assist bij een doelpunt de laatste weken. En nu scoort hij zelf 1-1. En zet Feyenoord nu massaal druk. Want nu zou ik zeggen, de credo erop en eroverheen. Ja. Ja, ik zie iedereen rekken en strekken. Het lijkt wel Goedemorgen Nederland, Goedemorgen Feyenoord. Met allemaal jongens die allemaal Medisch rekken Centrum West oefeningen doen. Kijk, en ook Luciano Narsing. Ja. En dat liep niet zo goed af, hè, Medisch Centrum West, die laatste aflevering. Nee. Haps is ook aan het rekken en strekken, ja. Ze zitten er doorheen bij Feyenoord. En dan nu al in deze fase van de competitie weten dat Feyenoord ook donderdag natuurlijk weer vol gas moet geven. Op het moment dat Feyenoord de eerste wedstrijd tegen Hapoel Beersheva gaat spelen. Daarna is er gelukkig door de KNVB, zeker als je dit ziet, is er geen competitie voor Feyenoord komend weekend. Terwijl Karsdorp wel wordt opgelapt en daar wil de trainer Tonnel wisselen. Feyenoord even met 10 man wachten met wisselen. Het is het laatste moment van deze wedstrijd. Gaat Feyenoord nog winnen of niet? Daar komt de hoekschop van Feyenoord vanaf de linkerkant. Het is een slechte hoekschop. Weggekopt door Maher. Opnieuw ingekopt door Kelly. Dan door Utrecht weggewerkt. Doen ze wel slecht, zegt ze, leveren in. Maar dan fluit de scheids voor het laatst van Boekel. En leidt Feyenoord opnieuw punterverlies. Opnieuw een gelijkspel. Verloren is er nog niet. Maar gewonnen ook nog niet. Feyenoord staat met 3 gespeeld. 3 punten.
ergens onderin de middenmoot van de Eredivisie. Het is een erg matige competitiestart van het Feyenoord onder leiding van Jaap Stam. En die ook nog eens de nodige spelers steeds ziet uitvallen met kramp, met pijntjes. Het is een heel moeizame start van het seizoen voor Feyenoord.